Het veld van Achilles 29 is onherkenbaar. De hele grasmat is van het veld gehaald omdat er de komende maand een kunstgrasveld wordt aangelegd. Dit is een wens waar we al heel lang mee bezig zijn. En het is heel hard nodig. A, voor de breedtesport. Dus de enorme groei die Achilles de laatste jaren door heeft gemaakt. Om iedereen gewoon te kunnen laten sporten. En ook om de voldoende kwaliteit aan de mat te kunnen bieden. Voor de topsport. Wij zijn dus voor de tweede keer in successie als slechtste veld geëindigd in de competitie van het betaald voetbal. Dat heeft te maken met dat hier gebruik wordt gemaakt van de velden van alle teams. Dus elk weekend worden hier 6-7 wedstrijden gespeeld. Dan wordt het alleen maar slechter en slechter. En die constante kwaliteit kun je met kunstgras wel bieden. En daarom zijn we blij dat we dat kunnen neerleggen nu. Er zijn allerlei normen voor velden en kleedkamers waar bepaald wordt van hoeveel speelvelden je nodig hebt. Nou, dan kun je twee kanten op. Dan kun je kijken van kan ik grond bij de buren kopen om daar een extra grasveld aan te leggen. Of kan ik binnen de bestaande accommodatie de kunstgras aanleggen zodat het gebruik geïntensiveerd kan worden. En we hebben gekozen voor het laatste. We zijn ook recent bij Leverkusen wezen kijken. Het ligt op bijna alle trainingscomplexen van de Duitse Bundesliga clubs. Dus wij zijn blij dat nu de stap over de grens wordt gezet en dat wij het eerste grote project binnen Nederland zijn.